Goedemiddag op deze woensdag. Het is 20 oktober. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is frisjes. Het waait. Ik vind het wel gezellig. Zo'n windje die hoort waaien. Ik had het gisteravond al. Toen waaide het al zo. Nou, best wel gezellig. Gisteravond was televisieavond. Ik had Ajax op mijn kleine scherm erbij staan. Die hebben lekker gewonnen. Supergoed. Blij mee. Ik heb Bureau Hofstad gekeken. Ik vind het altijd wel super interessant. Om te zien wat politiewerk allemaal inhoudt. En waar ze allemaal voor ingezet worden. Dus dat was wel heel interessant. Daarna vier handen op één buik. Ik heb overigens een beetje last van traanogen. Dus als je nu denkt, je ziet een traan lopen. Ik ben niet aan het huilen of zo, maar mijn oog die traant gewoon een beetje. Vier handen op één buik heb ik daarna gekeken. Dit was best wel een beetje een bijzondere uitzending. Was met Iron Milene en haar vriend Taketakema, volgens mij heet die zo. Die mochten het dan bij uitzondering een keer met z'n tweeën doen. Omdat vooral ook de jongen in kwestie had gevraagd om wat meer steun. En dat hebben ze al wel vaker gedaan. Victoria Koblenko was toen de tijd ook gewoon samen met haar vriend. Dus nou, dat hadden ze dan gedaan. Maar ik zag het allemaal niet zo gebeuren. Het was een koppel, ze waren nog niet zo heel erg lang samen. Dat meisje zou voor een weekje daarheen gaan, want de afstand was best wel groot. Ze is daarna nooit meer weggegaan. Geld was er niet, dus de anticonceptie was te duur. Andere voorboedsmiddelen waren te duur. Ja, en toen was het zwanger. Nou, een kind kost natuurlijk veel meer dan die anticonceptie. Maar gewoon best wel naïef. Ze waren 18 en 19. Een kind kost in de eerste maanden toch niet zoveel, want ze ging borstvoeding geven. En ja, een paar luiers. Nou, ik weet niet of je het weet, maar volgens mij gaan er heel veel luiers doorheen bij een baby. Maar goed, ze woonden dus bij zijn ouders, bij zijn moeder in. Allebei niet werkend, want dat kon niet. Dan zou de moeder gekort worden. Ze leefde van studiefinanciering. Nou, dat was heel weinig. Zij boekte al haar rekeningen terug. Dus ze hadden inmiddels ook best wel wat schulden opgebouwd. Ik denk, nou, ik weet het niet allemaal. Je weet uiteindelijk nooit helemaal hoe het afloopt. Ik geloof dat je het wel kunt zien op internet, maar ik doe dat eigenlijk nooit, want dan heb ik het al wel weer. Dan heb ik zoiets van, ja, het zal wel, weet je, 9 van de 10 keer blijven ze niet eens bij elkaar. Ik denk bij deze wel, want volgens mij heeft die jongen zelfs nog gereageerd op de post. Want op internet ging het al best wel los. Mensen waren toch wel heel erg verbaasd en heeft hij nog wel wat op gereageerd, geloof ik. Maar ja, ik zag het niet helemaal gebeuren. Ik heb een beetje met open mond staan te kijken. Zitten kijken, ik stond niet. Ik heb daarna eventjes de vlog in elkaar gezet. En even mijn foto's bewerkt. Dus dat is allemaal mooi weer klaar. Toen ben ik Rita gaan kijken. Ik ben daar nu geloof ik bijna doorheen. Daar snap ik af en toe ook helemaal niks van. Zij is zo wispelturig. In dit seizoen heeft zij een jongen in huis genomen. Want ze is in eigen school gestart. Zijn ouders die gingen verhuizen naar het buitenland voor werk. En toen heeft zij gezegd, ik neem de zorg van die jongen wel op me. Maar er gebeurt iets in haar leven. En ze besluit ineens boemklap weg te gaan. En ja, hoe moet het verder met die jongen? Nou, dat moest die collega maar allemaal oppakken die ook een gezin had. Af en toe denk ik echt van, nou, je bent niet goed. Maar oké, het is een serie, weet je. Er kan van alles gebeuren. Daarna heb ik Witsen gekeken. Dus dat was verder de avond. Verder wel heel leuk en zo. Ik ga zo aan de schoonmaak, want dat moet even gebeuren. Ik heb even mijn telefoon aan de lade liggen, want ik heb even wat telefoontjes gehad. En dan gaat de batterij best wel hard. Dus dat ga ik zo meteen lekker eventjes doen. Dan ga ik daarna even lekker bullet journalen. Ik heb trouwens ook van de week voor het eerst de afstandsbediening opgeladen van mijn Apple TV. Dat was een beetje nieuw voor mij, want bij mijn vorige Apple TV zat er dus een batterijtje in. Die ik overigens nooit heb hoeven vervangen. Maar ineens gaf de Apple TV aan, de afstandsbediening is bijna leeg. Ik denk, oh, moet er een nieuw batterijtje in? Maar nee, hij kon gewoon opgeladen worden. Want er zit dus aan de onderkant een opening voor een stekkertje. Dus ik heb hem opgeladen. Dat duurt dan 3 uur voor die volledig is opgeladen. Dus ja, daar was ik eigenlijk ook wel een beetje...
hoe moet ik het zeggen, verbaasd over, want ik was het niet gewend. Maar het is natuurlijk een veel betere oplossing dan die rondbatterijtjes erin moeten. Want het zijn altijd die kleine, platte batterijtjes die je bijna nooit in huis hebt. Want ja, die gebruikte ik eerder nog wel eens voor mijn horloge. Maar ja, tegenwoordig mijn horloge die moet ik opladen, dus ja. Oké, ik ga het nu eventjes wel doen. Ik ga een muziekje aanknallen en ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Ik ben inmiddels heerlijk klaar. Dat is wel heel erg fijn, want ja, het was wel even lekker om weer de boel schoon te hebben. Alleen, het was zo glad dat ik bijna onderuit ging. Dus ik heb maar eventjes mijn pantoffels en mijn sokken uitgetrokken, zodat het even goed kon drogen. Daarna even heerlijk gebullet journaled. Ik heb mijn muis een beetje afgestopt. Die vindt dat helemaal niet erg als je met de Primo bij je zit. Vond ik wel grappig. Dus dat was op zich, ja, op zich allemaal wel lekker dat het weer klaar is. Dus daar ben ik wel heel blij om. Net even de programma's erin gesteld die ik wil terugkijken of ja, op wil nemen en later even wil kijken. Je hebt vanavond het perfecte plaatje, dat wil ik graag zien. Kijk ik daarna even Steenrijk Stretarm en ik heb dan nog even een huis vol opgenomen. Verder heb ik... Nee, eigenlijk niet veel. Ja, eventjes lekker bezig geweest in de bullet journal, in de mus. Dat was wel fijn. Dus dat is allemaal wel weer ja, mooi dat het klaar is. De katten hebben ook lekker gegeten. Ik ga straks ook zelf even lekker eten. Dan ga ik lekker voor de buis hangen. En ik moet vanavond nog eventjes een artikel schrijven. En dus eventjes Rita ga ik ernaar kijken. En ik heb vanavond Hudson en Rex. Die moet ik nog even instellen. Zit ik me niet te bedenken. Dat moet ik zo eerst eventjes doen. En verder, ik moet nog even een thumbnail maken. Dus verder niet heel veel bijzonders. Dus dat is het ook wel. Dus ik ga dat eventjes opnemen. En dan ga ik jullie ook morgen gewoon weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 21 oktober. Ik ben klaargemaakt. Het is echt wel heel erg fris. Ik lag in bed en ik wilde er eigenlijk gewoon niet uit, omdat ik het zo koud had. Maar ja, goed. Ik lag zo lekker warm onder de dekens. Maar ja, uiteindelijk moet je eruit. Ik zit even mijn horloge te klieren, want die zat een beetje te strak. Die doe ik zo wel eventjes om. Ja, vandaag is boodschappendag. Ik heb niet heel veel op de planning, want ik ga straks boodschappen doen. Ik ga zometeen wel eventjes de extra boekenvideo opnemen, want... ja, dan is die gewoon alweer klaar, want die moet natuurlijk volgende week ook weer online. De volgende week is het weer druk met de schoonmaak. Dus dat wil ik wel eventjes doen als ik heb stofgezogen, maar verder eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik heb een pakketje binnen gehad. Ik had namelijk even een ik had het eigenlijk een poosje terug, heb ik al zo'n dingetje besteld. Dat is eigenlijk voor de camera een screen protector van de telefoon.
Maar die was helemaal niet goed. Dat was eigenlijk, die werd aangeprijsd. Heel anders stond hij op internet als dat het uiteindelijk was. Ik heb nu wel de goede, die heb ik dus nu binnen. Dus die ga ik van het weekend ook mooi even opplakken. Maar daar ben ik wel blij mee, want ja, ik vind het toch wel een veiliger idee. Omdat je op deze telefoon een wat grotere camera hebt. En ik zag het bij Nathalie, die had hem bij een hoesje gekregen. Ik dacht, nou eigenlijk is dat helemaal niet zo'n slecht idee. Dus ik zei eigenlijk al tegen haar toen ik in de dierentuin liep. Of dierentuin, toen we in het pretpark waren. Van nou, eigenlijk zou ik dat ook eens moeten doen. Dus die heb ik nu inmiddels eindelijk binnen. Ik heb alleen nog geen screen protector gevonden voor mijn vlogcamera. Want die had ik op mijn vorige camera wel zitten. En die had ik toen via AliExpress gekocht. Maar ik kan ze hier op de Nederlandse webshops niet vinden. Zeg maar echt een glazen screen protector. En ik wil altijd glas. Ik wil niet zo'n plastic plaatje. Dus daar ga ik nog even verder naar zoeken. Gisteravond het perfecte plaatje gekeken. Was wel heel leuk. Ik vond het wel heel jammer. Degene die weg moest. Ik zal het nog niet gelijk zeggen. Want misschien moet je het nog kijken. Of wat dan ook. Maar vond ik wel jammer. Ik had liever dat iemand anders weg was gegaan. Maar ja goed. Het gaat echt om de punten. En het was echt maar een hele kleine minderheid wat deze persoon had. Dus dat was wel heel jammer. Daarna even Steenrijkstraat Arm. Was wel een hele mooie uitzending vond ik. Nou ja, eventjes de vlog ingepland en een thumbnailtje gemaakt en een artikel geschreven en alles. Dus dat ging allemaal wel lekker. En toen ben ik Rita gaan kijken en daarna had ik Hudson en Rex. En dat was zo'n spannende uitzending. Oh, ik vond het eigenlijk veel te spannend, maar gelukkig liep het allemaal weer goed af. Dus dat was wel leuk. Lekker mijn boek gelezen. Vind ik zo leuk. Ik heb zo'n leuk boek wat ik ook weer aan het lezen ben. Ja, daar kan ik me dan echt helemaal op verheugen. En ja, dat was eigenlijk verder de avond. Niet heel spectaculair of zo. Maar goed, helemaal niet erg. Het was gewoon fijn. Ja, verder heb ik ook niet zo heel veel te melden. Ik ga nu even stofzuigen en dan eventjes die video doen. Dan ga ik even de boodschappentassen pakken en dan ga ik straks boodschappen doen. Dus dat is voor nu de planning. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen. Outfitje van de dag. Ik heb een zwart blouseje aan van Only. Ik heb een... ja, hoe noem je dit ook alweer? Ik weet niet zo goed hoe je dit noemt. Nou ja, dit dingetje eroverheen. Ik kom even niet op de naam. Mijn broek is van de Lidl en mijn laarsjes die heb ik dan van de Scapino aan. Dus ik ben nu klaar voor de boodschappen. De video staat er ook al op, dus batterij was wel weer leeg. Maar goed, ik heb nu natuurlijk die dubbele batterij. Die staat gewoon opgeladen klaar, dus... Die kon ik makkelijk vervangen. Dus ik ga zo nog even naar het toilet en zo. En dan ben ik klaar om te gaan. Dus ja, tijd om even boodschappen te gaan doen.
ben terug van de boodschappen. Die ga ik jullie eventjes laten zien. Het was een idee van Nathalie om jullie even mee te nemen in de supermarkt. Dus ik heb daar een stukje gefilmd. Maar dat hebben jullie inmiddels al wel kunnen zien. Ik heb bij de Kruidvat eventjes een andere crème gehaald. Ik ga hem even opscharrelen hoor. Ik heb allereerst even nog zo'n setje potloden meegenomen. Want die is heel fijn. Die waren nu heel erg afgeprijsd. Dus die ging best wel veel geld van af. Even kijken. Ik had bij Trekpleister even deze gehaald. Want aangezien ik zo'n droge huid heb. En Nathalie en mijn moeder zijn hier helemaal weg van. Die hebben hier de shampoo van. Ik heb nu de shower gel een keer gehaald. Die was nu 3 euro. Normaal is die echt wel een stuk duurder. En eventjes het dagcrempje. Ik ga hem even pakken. Ik zei het dagcrempje, maar het is natuurlijk het oogcrempje. En dat is deze. Die ga ik straks gelijk even proberen. Misschien dat die wel wat beter is. Ik ga even de tassen pakken. Oh ja, ik heb allereerst nog even bij de Praxis deze gekocht. Die moet ik zelf op maat zagen. En die is dus voor mijn snoeren. Ik wilde heel graag een zwarte, maar die hadden ze niet. Dus ik heb nu gewoon maar een witte. En dan zal ik nu even de boodschappen erbij pakken. Ik ben eventjes ook bij de Boni geweest. Dat was heel veel dingen voor een euro. Ik doe ondertussen eventjes mijn schoenen uit, want dat zit niet zo lekker. Ik heb ook het idee dat ik heel laag zit en ik heb de zon een beetje in mijn ogen, maar goed. Ik heb een pakje shawarma meegenomen. Ik wilde eigenlijk volgende week weer een keertje een pizzaatje gaan maken. Ik heb daar even boontjes meegenomen. Ook de Rossi-rondjes heb ik daar meegenomen. Die waren nu een eurotje. Ik had ze nog niet nodig, maar volgende week sowieso weer. En ben ik er nu goedkoper aan kwijt. Apelschijfjes, daar ook een euro. Heb ik weer even een paar zakjes van meegenomen. En heb ik bij de Lidl heb ik hamlapjes meegenomen. Voor maandag. Dat had ik alweer een beetje zin in. Het is heel lang geleden dat ik die heb gegeten. Voor strakjes lekker hamburgertjes. Eventjes de pedaalemmer zakjes, want ik had vorige week zakjes gehad, maar dat waren bio zakjes en die zijn echt vreselijk. Dus ik heb nu deze, want ze hadden geen andere toe. Tijgertje, wil je voor de camera weg alsjeblieft? Dankjewel. Eventjes een pakje melk weer voor mijn cappuccinootje. Ik heb niet zo heel veel gehad, want ik ga nu dinsdag weer. Even scheerschuim weer. Een flesje cola. En ik kwam dit tegen. Ik had van een van jullie een reactie gekregen op de droge huid. Dat zij zich insmeerde met olie. En toen zag ik deze Nature's Best olie. Dat is een limited edition. Dus ik dacht misschien is dat ook wel lekker voor mijn huid. En is ook helemaal met natuurlijke ingrediënten. En ik heb twee hele leuke geurkaarsjes gekocht met glittertjes. Ik vind ze eigenlijk een beetje meer voor de kerst. Maar deze ruikt heel lekker. Ik weet niet precies de geur waar die naar ruikt. Staat er ook niet echt op, zie ik. Ja, jammer dat we dan nog geen geurkamer hebben. Maar ik heb deze. En een gewone rode. Dus dat vond ik wel leuk. Die heeft dan ook hele mooie glittertjes. Bij de Boni nam ik ook nog een pak chocomel mee. Nou, ik heb deze gehaald. De broccoli. De brokjes in saus weer. Weer een los shootje, want ik ben weer vergeten te kijken. Maar vorige week hadden ze ze niet bij de Lidl. Een zakje patat, een bakbotertje en als laatste heb ik de slaapdingetjes meegenomen bij een plus, want die waren nu in de aanbieding en die zijn wel heel erg lekker. Dus dat waren voor nu alle boodschapjes. Ik ga dit eventjes opruimen voor zover het lukt. Dan ga ik douchen. Ga ik even met mijn moeder en Nathalie bellen. Want normaal als Nathalie er is dan doen we wel eens video bellen dat ik Lente even kan zien. Maar dat lukte nu niet want ik was best wel laat terug en Lente ging zo in bad. Dus nou ja, misschien maandag weer. Nou dan ga ik eten en dan ga ik vanavond lekker de Meilandjes kijken en Meester Visser. Ik ga eventjes mijn foto's bewerken. En daarna ga ik eventjes Rita kijken. Volgens mij heb ik de laatste uitzending als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet zeker. En adem in, adem uit. Dus dat wordt verder de avond. Dus niet heel veel bijzonders, maar gewoon lekker chill. Dus ja, ik ga opruimen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 22 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb al even een aspirine genomen, want ik had hoofdpijn. Ik ben met hoofdpijn mijn bed ingestapt.
En ja, daar had ik dus nog last van. En dan wil je slapen, want je hebt hoofdpijn. En dan komen er ineens allerlei video-ideeën in mijn hoofd op. Toen dacht ik ineens, oh, wat zou dat leuk zijn om samen met Nathalie te doen. Ik had Nathalie nog helemaal niet gevraagd of ze daar eventueel, of ze dat ook zou zien zitten. Dus ik zei straks tegen haar, goh, ik heb een idee. Maar het ging eigenlijk in eerste instantie om iets met eten, was het. Oh, ze maakt wel zo om bij het woord snoep, want het ging over snoep. Nou, toen kwam zij met een ander idee, omdat het idee wat ik had echt nog super lang duurt. Nou, het idee waar we nu mee zijn gekomen duurt ook nog heel lang, hoor. Dus ik ga er verder ook nog niks over zeggen. Maar dan heb ik ineens allerlei video-ideeën in mijn hoofd. En dat is zo vervelend. En dan ben ik aan de ene kant bang dat als ik wakker word, ik het niet meer weet. Maar ik wist het dus nog. Ik ben niet zo slim geweest. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Zien jullie het plekje hier? Ik had in de vorige vlog gezegd, ik moet eigenlijk geen geurtjes even dragen, want alles irriteert. Nou ja, ik kan eigenlijk wel een geurtje dragen, maar ik moet hem niet in mijn hals sprayen. Ik moet hem gewoon over mijn kleding sprayen. Maar, wat heb ik gisteren gedaan? Een geurtje op gedaan. En eigenlijk omdat het zo'n gewenning is dat ik het in mijn hals spuit, heb ik hem daar gespoten. Ja, daar ging het mis, want nu heb ik dus een plek en daar ben ik dus zo aan het krabben geweest dat er ook al een vies, funzig korstje aan het komen is. Dus dat was niet zo slim. Ik heb nu geen luchtje op. Maar als ik dus een luchtje wil gaan dragen, moet ik het in mijn kleding smuiten. Dan moet ik gewoon even heel goed over nadenken. En even niet in mijn hals. Dus ja, ik heb gisteravond natuurlijk wel gewoon gedoucht. En ik heb het afgewassen. Maar ja, dan is het kwaad eigenlijk al geschieden. Dus ik heb zelf een beetje het idee dat het misschien wel door alcohol komt. Of ja, ik weet het niet precies. Ik heb het er wel met mijn coach over gehad. En ik heb wel gezegd, als het echt aanhoudt, dan ga ik toch even mee naar de dokter om te laten kijken wat het is. Want ja, ik ben natuurlijk geen dokter en ik heb mijn vermoeden zegt nu het komt door het weer. Maar het kan ook eens heel anders zijn, dus ik weet het niet. Maar goed, dat was even niet zo slim en ik heb daar heel erg veel jeuk aan. Er komt hier heel veel kou naar binnen en dat komt dus via het raam. En ik snap het niet, want het rooster zit dicht. Maar er komt daar heel veel tocht uit. Dus ik weet niet goed wat het is. Ik ging er eigenlijk vanuit dat ik ook dubbel glas had. Want ik heb natuurlijk voor 2 jaar geleden, als het niet langer is, 2, 3 jaar geleden geloof ik. Ja, 3 jaar denk ik. Heb ik nieuwe ramen gekregen. En ja, ik dacht het is wel dubbel glas, maar er komt blijkbaar toch heel veel tocht doorheen. Dus ik weet niet zo goed hoe of wat dat doet. Ja, dan is het ook niet zo gek dat de warmte natuurlijk de deur uit vliegt als je de verwarming aan hebt. Maar ja, als er daar tocht, zal daar ook misschien de warmte doorheen gaan. Dat weet ik niet. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Lekker Chateau Meiland, dat was leuk. Daarna meester Frank Visser, dat was ook wel een interessante zaak. Meester Visser was er nu zelf weer, dat vond ik wel heel erg leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt. En daarna ben ik Rita gaan kijken, dat was de laatste aflevering. Maar ik vond het een beetje een vage laatste aflevering. Het werd me allemaal niet heel erg duidelijk hoe alles nu verder ging. Dus ja, ik vond het een beetje gekkig. En daarna heb ik even Adem in Adem uitgekeken en dat was ook weer super mooi. Dus dat vind ik echt wel een hele mooie serie. Mocht je deze serie gemist hebben en je hebt Videoland, hij staat op Videoland en er komt er elke woensdag een nieuwe aflevering online. Dus mocht je dat willen zien, zou het daar ook kunnen. Mocht je dat hebben, misschien kun je het ook wel terugkijken via Kijk. Maar dat weet ik niet zeker, want het is vaak maar volgens mij dat je 1 of 2 weken kan terugkijken. En het is echt al wel een aantal keer geweest, dus dat weet ik niet. Ik ga zo klussen. Ik ga mijn plankje ophangen. Ik ga die ga ik op maat zagen. Dus daar ga ik jullie gezellig bij zetten. Dus daar ga ik nu gewoon aan beginnen, want ik heb verder toch niks meer te vertellen. Dus ik ga even de spullen pakken om te gaan klussen en dan ga ik dat even lekker doen. En ik ga gelijk even de boodschappen boven zetten, want die staan nog in de gang. In de keuken bedoel ik. Dus ja, ik neem jullie gewoon weer mee. En als ik daarmee klaar ben, dan ga ik nog even bullet journalen. Dus dat is de planning. Thank you.
Het is klaar. Ik heb dus... wacht even. Ik zet even de televisie uit. Ik heb dus deze op maat gezaagd. Dus ik heb hem uitgemeten. En eigenlijk als je zit, zie je helemaal niks meer. De snoeren zitten er ook al achter. Dit krijg ik verder niet weggewerkt. Omdat ik hem dus hier de Apple TV op het plankje wil hebben. Hier komt de switch nog naast. Dus ja, ik ben wat dat betreft eigenlijk wel een heel blij mens dat het zo is voor elkaar is geboxt. Ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi. Heel blij. Hij wil niet helemaal naar achter. Daar ben ik niet helemaal blij mee. Hij gaat een beetje schuiven. Ik moet hier even een randje van afknippen. De bedoeling is dus eigenlijk, ja, er moet gewoon even een randje van af. Nou, dat ga ik morgen even doen. En dan staat dit in ieder geval zo mooi. Staat hij hier niet meer op. Ik vind het heel mooi. Het plankje hangt goed. Ook gewoon die snoer wegwerken. Het ziet er gelijk een stuk mooier uit. Ik ben in ieder geval heel erg blij met het resultaat. Dus mooi weer een klus geklaard. Was wel even wat meer werk. Lukte allemaal niet heel gemakkelijk soms. Maar uiteindelijk toen ik het eenmaal door had, ging het eigenlijk als een malle. Ik heb zelfs nog even lekker bullet journal. Niet heel erg lang hoor. Even kort. Toen heb ik net toen de katten hebben gegeten even de snoeren nog weggewerkt. Dus ja, ik ben voor nu eigenlijk wel een heel blij mens. Het liefst had ik ook de televisiesnoer weggewerkt, maar dat gaat hem niet worden, denk ik. Kan ik nog even naar kijken morgen of zondag, maar ik denk niet dat dat lukt. Maar goed, weet je, het is in ieder geval netjes. Je ziet niet meer die snoeren lopen, ook naar de tv-kastje en zo. Dus dat vind ik al heel top. Eigenlijk ging het op maat zagen ook gewoon super goed. Dus wat dat betreft weer een topklusdag. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en koken. En vanavond hebben we weer de Mask Singer. Dit keer ga ik alleen met Nathalie raden. Want mijn moeder die kan niet kijken helaas. Dus Nathalie en ik die gaan een poging doen om te wagen met raden. En ik denk dat ik daarna nog even een huis vol ga. Of nee, dat heet niet een huis vol. Nou, dat opruimprogramma met Victor Brandt ga kijken. Want dat moet ik ook nog even kijken. Dus dan kan ik dat mooi even zien. Verder moet ik nog een video in elkaar zetten en moet ik een artikel schrijven. Dus dat wordt verder ook gewoon de planning. En vanavond begin ik denk ik met You op Netflix, want Rita ben ik nu doorheen. Dus dan kan ik daar mooi mee beginnen. En ga ik weer kijken naar Salamander. Dus dat is de planning. Ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Ja, even wat drinken, want ik heb nog niks gedronken. Ik heb een hele droge mond, maar ik ga dan maar door. Ik ga dan maar door om pauze te nemen. Ik heb een was nog erin zitten die draait, dus dat is ook top. Maar ik ben in ieder geval weer heel erg blij met deze klussen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag, het is 23 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wel weer ijzig koud, maar ja, hoort er een beetje bij de tijd van het jaar. Ik heb gisteravond de Mask Singer gekeken samen met Nathalie, iedereen in ons eigen huis. En dan zitten we op de app, zitten we dus te schrijven. En het was wel weer moeilijk. Allereerst, de stier. Ik vond hem eng. Ik weet niet, ik vond hem zo eng. En Ruben was ook een beetje het pispaaltje, want die kreeg al twee keer een ram met die hoorn tegen zijn hoofd. Die hoorde echt zo plok. Ik zei, auw. Nou, toen kwam die giraf nog een keer. Die ging ook even met zijn snor zo aan zijn hoofd snuffelen. Nou, hij was wel echt een pineut. Er zijn zeker namen voorbij gekomen. Ik zal niet zeggen wie eruit is gegaan, want misschien wil je het nog terugzien. Maar op een gegeven moment kwam de viking en uit de hints werd ik niet zo heel veel wijzer. En hij begon te zingen, want het was wel een man. En ik zei direct een naam tegen Nathalie. Ja, dus ik denk het ook. Maar zij noemde op een gegeven moment ook nog wel een andere naam. Maar ik ben eigenlijk bij mijn eerste keuze gebleven. Toen kwam het lieve heersbeestje en die begon te praten. En ik zei tegen Nathalie, ik zeg, joh, dat is die. Ja, zegt ze, dat denk ik ook. De viking moest er helaas uit. Het ging tussen de boekenworm en de viking. En wij dachten eigenlijk dat de boekenworm zou gaan. Die was ook niet heel sterk qua zang. Maar de viking moest weg. Dus ik bleef bij die naam. En de onthulling kwam. En het was die persoon. En ik zei tegen Nathalie, ik zeg, wat goed, we hebben het goed. Ik zeg, yes. Dus ja, dat was wel heel leuk dat we nu toch eindelijk alweer eentje goed hadden. Want ik vind het dan toch leuk om te kijken of je vermoeden klopt. Maar het was wel heel erg leuk dat we het toch goed hadden. Dus daar was ik wel blij mee. Daarna heb ik eventjes het opruimen van de huizen gekeken met Victor Brandt. Het was nu een vader met twee zonen. Hij had wel
een vriendin, want zijn vrouw die was overleden. En nou, die hadden ook heel veel spullen in huis, maar ook vooral heel veel lege verpakkingen van eten. Dus denk aan hamburger, van die lege hamburgerbakjes en spareribbotjes. Nou, ik vond het gewoon een beetje ranzig. Maar goed, ze gingen dat hele huis uitzoeken. Alleen ik vond het zo apart, want ze stallen dus alles uit in een loods, echt ook op categorie. En zelfs die verpakkingen van die etensresten die lagen er. Dat ik dacht, waarom? Waarom hebben jullie dit niet gelijk weggegooid? Maar goed, dat zal de bewustwording zijn. Uiteindelijk weer een hartstikke mooi en opgeruimd huis voor teruggekeken. Dus ik vind dat wel mooie programma's. Toen ben ik ook aan het werk gegaan voor de blog en voor YouTube. Dus dat is allemaal mooi weer klaar. Artikel geschreven, video ingepland, staat inmiddels online. Nou, dat soort dingen. En toen ben ik You gaan kijken op Netflix. Ik heb de eerste twee seizoenen al gezien, maar het is dan alweer een tijdje geleden. Dus ik moest wel weer even inkomen, maar het is gelukt. En daarna heb ik Salamander gekeken. En dat was ook wel weer een mooie uitzending. Dus ja, dat was een beetje de avond. Ik ga zo eventjes de kwasten wassen en ik moet eventjes de was naar boven brengen, want die wasmand is zo vol, het moet gewoon de kast in. Ik ga jullie er even bij zetten als ik ga bullet journalen, want ja, daar kom ik de rest van de week eigenlijk toch niet heel veel meer aan toe. Want maandag moet ik schoonmaken, dinsdag zijn weer de boodschappen aan de beurt, dus de planning ligt weer even anders. Maar goed, dan ga ik dat weer eventjes zo doen. Dus ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik even wat dingen doen. En als ik dan ga bullet journalen, zal ik jullie er wel eventjes bij zetten. Dus ja, dat is de planning en ik neem jullie weer mee. Ik ben inmiddels klaar met alles. De kwasten zijn weer lekker schoon. De was ligt in de kast. Dat is ook wel heel fijn. En ik heb de hik. En ik snap het niet, want ik heb niet echt snel gedronken of zo. Dus, maar hij is ineens opkomen zetten. Dus ik hoop dat hij straks weer verdwijnt. De katten hebben net gegeten. En ik heb even lekker gebullet journald. Even oktober een beetje bijgewerkt voor de blog en YouTube. Dus dat is wel lekker. En ja, dat was allemaal wel heel fijn. Hierdoor wordt nog een beetje nagesmuld van alles. Maar ach, ze hebben het zo goed als op. Dus dat is wel lekker. Alleen nu nog super koud. Ik weet ook eigenlijk niet hoe warm het is. Ik kan wel eens even kijken. Ik vermoed ook niet heel warm. Nou jongens, dit is toch niet normaal. Het is ook maar 12 graden, inderdaad. Het is ook wel fris. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik ga even de nagellak van mijn tenen halen. En dat ook even goed veilen. Want er gaat nu een heel ander kleurtje op. Oké. Dus dat ga ik doen. Vanavond heb je nog één keer al wat een jaar. Ik dacht eigenlijk dat vorige week voor het laatst was. Maar het is vanavond. Ga ik daarna even Flikker Rotterdam terugkijken. Dat heb ik nog niet gezien. Dat was natuurlijk gisteren. Dus daar heb ik ook wel zin in. En ik ga even de vlog in elkaar zetten.
En dan zie ik wel of ik verder nog iets ga doen voor de blog of zo. Maar dat zie ik wel als ik eenmaal op de laptop aan de gang ben. Ik ga sowieso nog even lekker gamen, even Animal Crossing spelen. En dan ga ik You kijken en daarna weer even Salamander. Dus dat wordt verder ook de avond, dus niet heel spectaculair of zo. Ik ga nu ook maar gewoon bij deze zeggen tot morgen, want ik ga proberen om van de hik af te komen, want dit is ook niks. Praten met de hik werkt niet, dus ik zie jullie morgen weer. Goedemiddag op deze zondag, het is 24 oktober. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning staan. Ik ga even de broccoli afhalen, ik wil even het protectortje op mijn camera plakken van mijn telefoon en even foto's maken, maar verder niet heel erg veel bijzonders. Het is koud, het is wel zonnig, maar het is best wel fris. Ik zal eens even kijken of het goed is. Ja, muis. Oh. Ik heb ook niet al te lekker geslapen, maar goed. Het is 12 graden, dus ja, dat merk je ook wel. Ja, rare dromen, een paar keer vroeg wakker, nou, een keer naar het toilet geweest, maar ja, het was niet heel fantastisch. Gisteravond heb ik al wat in jaar gekeken, was wel heel leuk, maar voor mij iets ja, minder interessant, want het was een jaartal waar ik niks vanaf weet. Dus ja, dat was iets minder, maar oké, het was wel leuk, het was nu wel echt de laatste. Na heb ik eventjes Flikker Rotterdam teruggekeken. Dat was ook wel een hele mooie uitzending. Heel spannend ook. Daar heb ik wel van genoten. Toen heb ik de vlog in elkaar gezet tot en met gisteren. En toen ben ik You gaan kijken en daarna Salamander. Dus ja, wat dat betreft gewoon een prima avond, maar niet bijzonder dus. Vanmiddag heb je Ajax, maar die is pas om 16:45. Want het is Ajax tegen PSV. Dus dat kan ik vanmiddag mooi kijken. Maar nu eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik laat sowieso even de spullen zien voor de foto's. En ik ga nu gewoon eventjes wat doen, want ik hoop dat ik een beetje warm word. Want ik heb het wel echt heel erg koud, maar dat komt vast wel goed. Dus ja, ik ga maar eventjes wat doen. Zo, de fotospullen. Ik heb hier allereerst een True Skin Hydrating Foundation van Catrice. Die ga ik even fotograferen. Dan heb ik hier de Skin Love and Sensitive Primer. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar deze. En dit oogschaduwpaletten ga ik fotograferen. Maar hier komt een extra video van online, want daar is om gevraagd. Dus hier ga ik aankomende week een video van opnemen. Die komt dan zaterdag online. Dus ik ga hier nu even foto's van maken. Ik heb best wel wat klusjes nog gedaan, maar dat vertel ik straks nog even. Dus we nu eerst even lekker foto's maken. Nou, ik ben helemaal klaar. Waarom stel ik niet scherp? Daar ben ik. Ik heb allereerst, nou, hier gestofzaagd. De broccoli is afgehaald. De kleden zijn gewassen. Ik heb dus deze er even opgeplakt. Dat heb ik jullie nog eventjes laten zien met filmen.
Hier zit nu een extra schermpje op, extra protectortje, zodat deze beschermd zijn, die camera's. En hij maakt nog steeds hele mooie foto's, dus dat is top. Toen had ik Sorry, nog wat... Ik kan niets wat daarmee overeenkomt in je geval. Ik vroeg ook niks, Siri. Toen heb ik even, had ik wat dingetjes liggen die gemaakt moesten worden. Ik heb een badjas. En daar zit zo'n... dat is dubbel, zeg maar. Je hebt gewoon je losse centuur. Maar er zitten dus extra dingetjes aan de binnenkant die je kunt strikken. En dan ben ik van de week... brak die af. Want daar ben ik per ongeluk op gaan zitten. Dus die moest even vastgemaakt worden. Want hij moet ook gewassen worden. Dus die heb ik eventjes mooi vastgemaakt. Toen had ik nog twee BH's liggen waar de beugels uitkwamen. Die heb ik ook weer helemaal netjes gemaakt. Dus die kan ik ook mooi weer aan. Dus dat waren die klusjes alweer. Toen ben ik toch weer even bij de televisie aan de gang gegaan. Ik heb allereerst nu, ja je ziet het niet heel goed, een lang dingetje geknipt. Dus dat is bescherming. Toen heb ik hier de Apple TV dan gewoon weer bijgezet. Ik heb nu de Switch connector aangesloten. Hier ligt deze. Er komt binnenkort nog een... soort torentje binnen. Dan kan deze bovenop staan. Dan kunnen de spellen in. En dan kunnen deze aan de zijkant hangen. Inmiddels staat ESPN aan. Want Ajax moet natuurlijk zo spelen. Dus nou, ik ben al heel blij dat dit hier staat. Dus dat is ook mooi. Ik heb ook het snoer van de televisie weggewerkt. Dus nou, ik ben weer hartstikke blij. Nou, foto's maken ging ook top. Nog wat was opgeruimd. Dus wat dat betreft best wel een druk middagje. Maar ik voel me heel voldaan. Want ik heb lekker veel kunnen doen. Daar ben ik heel blij mee. Mijn draadjesvlees staat inmiddels lekker te pruttelen. Dus nou, ik ben heel tevreden. Ik ga zo Ajax PSV kijken. Straks eens even douchen. Dan ga ik eten. Vanavond heb je de datingshow met Linda de Mol. Die ga ik even kijken. En dan ga ik daarna even Hodder dan mijn Dolle kijken. Want daar loop ik in achter in het programma. Wat daarna komt trok niet echt mijn aandacht. Dus dan ga ik mooi, kan ik mooi even wat dingen gaan terugkijken. Verder moet ik eventjes foto's bewerken. En ga ik You kijken en vanavond witsen. Dus dat wordt verder de avond. Niet heel interessant, maar gewoon lekker. En deze nagels, die gaan weer eventjes lekker in de lak. Want dat is wel fijn. Ik heb alle lelijke randjes eraf geveld. Dus nu zie je zeg maar niet meer die lelijke rode randjes van de nagellak. Ik ga bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Want ik ga Ajax kijken. Dus ik zie jullie morgen weer. Goedemiddag, het is maandag. Het is 25 oktober. Ik ben klaargemaakt en ik heb het ijskoud. Maar dat zal niemand verbazen, want ik heb het bijna altijd koud. Ik heb lekker een warme trui aangetrokken. Ik heb het geurtje nu in mijn trui gespoten, want ik heb hier dus een hele streep weer. Hoe ik eraan kom, weet ik niet. Die kwam ook ineens weer opzetten. Dus het is nog niet echt over allemaal. Maar goed, we houden het in de gaten. Ik kreeg een melding van nu dat de persconferentie waarschijnlijk vervroegd wordt. Ze gaan overleggen met het OMT. Meestal is dat natuurlijk niet een heel goed teken als dat gebeurt. Maar het verbaast me ook aan de andere kant niet. Want ja, het is natuurlijk ook gewoon echt weer... Het gaat natuurlijk weer heel slecht. Ja, het is natuurlijk griepseizoen, dus... Ja, we weten het allemaal niet zo. Oh, een muis speelt met de muis. Geloof ik. Ja. Dus het is nog niet bekend wanneer die komt. Er zou nog meer informatie volgen, dus ik ga het in de gaten houden. Maar goed... ik heb ook al iets gelezen over dat de mondkapjes toch weer terug zouden komen in 1,5 meter. Dan vind ik die 1,5 meter niet zo erg. De mondkapjes vind ik iets minder, want daar ben ik gewoon niet zo'n groot fan van. Maar ik krijg het er gewoon heel snel benauwd van. De 1,5 meter heb ik zelf nog steeds ook niet losgelaten, want die hou ik nog steeds wel aan, merk ik. Naar familie toe niet echt hoor, dat merk ik wel. Maar ja, naar andere mensen toe eigenlijk wel. Maar goed, we gaan het zien. Gisteravond heb ik een datingquiz met Linda de Mol gezien. Dat was wel weer leuk. Weer geen matches, maar oké, het was wel weer leuk om te zien. Daarna even Rotterdam en Dordrecht gekeken. Was ook wel eventjes leuk om te zien. Ze hadden nu een mevrouw die was wat saaier gekleed. Die gingen ze nou dus weer wat hipper maken. Dat was ook wel leuk. Dus ja, ik heb er wel van genoten. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet geloof ik nog even een nieuwe maken, want ik ben een paar foto's kwijt. Waar ze zijn beland, ik weet het niet. Toen heb ik You gekeken. Het is wel echt heel bizar hoor. Ik vond de eerste twee seizoenen dat ik al wel dacht van... Nou ja, het is gewoon een hele leuke serie, maar het is wel een beetje bizar. Nou, seizoen 3 vind ik nog bizarder. Is dat een woord, bizarder eigenlijk? Nou, raarder. Laat ik het daar maar opbouwen. Ik weet helemaal niet of het een woord is. En daarna had ik witsen. Dus nou, prima avond. Mijn boek is weer uit. Ik kan vanavond weer met een nieuw boek beginnen. Ook altijd leuk. Dus dat was verder de avond. Ik ga nu zo hier aan de gang. Ik ga even een was erin gooien. Ik ga
de gang doen en de kattenbakken en de douche. Maar ik zal jullie even laten zien hoe mijn gang er op dit moment uitziet. Of kijk even. Het is weer zover. Het is weer de laatste brokjes uit de bak. En dan gebeurt er dus altijd dit. Het tijgertje die haalt die brokjes eruit. Met andere woorden, ik hoef ze niet meer. Dus die ga ik straks even opzuigen. Dan zal ik ze even... de nieuwe zak zal ik erin legen in de bak. En dan krijgen ze weer wat grotere brokjes. Dan merk ik dat deze brokjes sowieso wat kleiner zijn dan dat ze waren. Ik had het idee dat die vorige groter waren. Maar goed, het zal wel. Dus dat ga ik doen. Ik ga jullie daarin meenemen. Want morgen is boodschappendag en red ik het verder niet. Ja, ik zou het redden als ik heel vroeg mijn bed uit ga, maar ik ben niet zo'n ongelukkig mens. Ik kreeg daar laatst ook een keer de vraag over. Dat ik best wel laat start met vloggen, dat klopt. 'S Ochtends mij niet bellen. Ja, als ik eruit moet zijn, ben ik eruit. Maar ik ben niet echt een ochtendmens. Laat ik dat voorop stellen. Ik ben echt meer een avondmens. En ja, 's middags kom ik goed op gang. In de ochtend niet zo. Goed. Ik ga er een was in doen. Ik ga wat doen. Ik ga een muziekje aanzetten. Want ja, des te eerder ben ik ook weer klaar. Gistermiddag heb ik trouwens ook nog naar Ajax gekeken. Dat vergat ik helemaal te vertellen. En dat was natuurlijk een topwedstrijd. Want we hebben met 5-0 gewonnen. Ik vond het echt heel spannend. Maar we hebben gewonnen. Dus ik was helemaal blij. Dus ja, dat was wel heel mooi. Ik had het niet verwacht. Maar toch leuk als je met zoveel goede cijfers kan winnen. Ik had trouwens gisteravond mijn nagels nog gedaan. Dat is dit kleurtje geworden. En dat is deze. En dit is de kleur 416. Ik kan het niet eens lezen. Het is toch te erg voor woorden dit. Feeling peachy. Dus dat is deze. Maar hij is wel weer een klein beetje beschadigd. Maar dat komt omdat ik natuurlijk al in de gang ben. Maar ik denk voordat ik het vergeet. Ik weet niet, sommige mensen vinden het leuk om te weten. Dus dan heb ik het bij deze nog eventjes vermeld. Zo, de katjes hebben hun eten erop en ik ben helemaal kapot. Ik heb gewoon onwijs last van mijn rug. Ik voel me moe. Die rugpijn die kwam echt opzet. En elke keer dat ik bukte, werd ik een beetje duizelig in mijn hoofd. Ik denk, oh, niet fijn. Maar ik heb nu zo'n last van mijn rug. Ik zat gewoon een beetje uit te hijgen, omdat ik ja, best wel druk ben geweest. En ja, het is eigenlijk wekelijkse kost. Ja, nu was het de grotere schoonmaak en daar heb ik helemaal ook niet zoveel moeite mee. Maar het heeft me vandaag heel veel moeite gekost. Maar goed, hij is klaar. Katten hebben lekker gegeten, dus ik ben blij dat het nu klaar is, want ik heb er even geen fut meer voor. Ik ga straks even lekker warm douchen. Ik ga zo even op de bank, want ja, in de hoop dat die rug even wat minder pijn gaat doen. Dan kan ik douchen, ga ik wel even extra warm douchen voor die rug. Dan is het eten, dan heb je vanavond wel kopen zonder kijken. Als het, ja, het komt wel, maar ik weet niet of het nog een nieuwe is. Dus daar moet ik even naar kijken, want mocht het een herhaling zijn, dan ga ik het niet kijken natuurlijk. Ik denk dat het nog een nieuwe is. Ga ik daarna eventjes Chateau Meiland kijken, daar heb ik wel weer zin in. Verder moet ik een artikel schrijven vanavond. Ga ik You kijken en heb ik weer witsen. Dus het wordt niet een hele spannende avond, maar... Als die rug maar even wat minder wordt, dan ben ik al heel blij. Want die voel ik gewoon echt onwijs. En het is niet leuk. Ik merk sowieso nu ook in bed weer dat ik gewoon heel veel pijn heb. Weet je wel, ik kan bijna niet op mijn zijen liggen. Ik ben geen rugslaper, dus ik slaap graag op mijn zij. Dat lukt bijna niet. Ik had zelfs laatst met lezen, want ik lees ook altijd op mijn zij. Want ik doe altijd mijn boek, zet ik tegen het kussen aan wat ik niet gebruik. Ja, ik heb natuurlijk wel twee kussens, maar ik slaap alleen. Dus ik zet daar mijn e-reader tegenaan. En dan op een gegeven moment begint het bot zo zeer te doen. Dus dan doe ik er even een kussentje onder en hou ik het wel weer even vol. Maar ja, de lichamelijke pijntjes zijn weer even terug. Maar goed, komt wel weer goed. Ik ga nu in ieder geval relaxen. Ga ik zo even ook de was in de droger doen, want die is als goed is zo klaar. En dan lekker een rustig avondje. Wel gebruikelijke dingen, maar dat is voor mij standaard. En ja, dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien, want ik ga even rusten. Dus bij deze, tot morgen.
Goedemiddag op deze dinsdag, het is 26 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen boodschappen doen en even naar de Action. En dat is ook de planning, verder niet heel erg veel, dus dat is het ook. Maar ik moet even een paar dingen rechtzetten. Ik heb in de vorige weekvlog verteld dat lente nog niet echt los loopt. En Nathalie zei, ze loopt wel los. Dus lente loopt dus wel los. Maar soms houdt ze zich ook nog wel vast. Maar ze kan dus al wel loslopen. En vandaar dat ze ook nieuwe schoentjes had gekregen. Omdat ze dus nu loopt en ze dan goede schoentjes moest hebben. Dus die heb ik dan bij deze ook even recht gezet. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik had lekker gegeten. Dat hamlapje was ook wel heel erg lekker weer een keertje. Het is inmiddels ook bekend geworden dat volgende week dinsdag de persconferentie is. Dus die is vanaf volgende week vrijdag naar volgende week dinsdag gegaan. Dus heel erg vervroegd. Valt wel mee een paar dagen. Toen ben ik Goeie Tijden lekker gaan kijken. Nadat ik de alles had gedaan. Ik was even met Nathalie wat aan het proberen. Want je kunt nu met een Switch kun je ook een app downloaden. En dan kon je dus met elkaar praten met een game. Alleen het was iets anders dan dat zij had gedacht. Zij dacht als we allebei bijvoorbeeld op ons eigen eiland zijn met Animal Crossing. Kunnen we ook met elkaar praten. En dat werkt dus niet. Want je moet dus bij elkaar op het eiland zijn. Dat is niet zo heel erg leuk, want dan kun je eigenlijk net zo goed gewoon bellen met elkaar als je dat wil. Want als zij op mijn eiland is, kan zij niks doen. En als ik bij haar op haar eiland ben, kan zij ook niks doen. Dus het is nog niet helemaal top, maar misschien dat ze er nog wat verandering aan gaan aanbrengen. Maar dat hebben we even geprobeerd. Ik heb ook nog even gevideobeld met mijn moeder Nathalie en Lente. Lente had gisteren niet zoveel aandacht voor mij. Die was druk met andere dingetjes, maar dat geeft niet. Die was lekker aan het rondlopen en televisie kijken en van alles. Paakje kwam ze wel in beeld, maar nee, ze had even niet zoveel zin om met tante te praten. Maar dat geeft niet. Volgende keer misschien weer. Praten, ze brabbelt, maar dat is al heel schattig. Toen ben ik kopen zonder kijken gaan kijken. Dat was ook wel heel erg leuk. En daarna de meijantjes heb ik ook wel weer heel erg om gelachen. Dat was ook weer mooi. En toen ben ik mijn artikel gaan schrijven. En toen ben ik You gaan kijken. En daarna Witse. Dus eigenlijk was dat de avond. Dus verder wel een prima avondje. Was wel gewoon lekker. Dus niks bijzonders. Ik ga nu even de boodschappentassen pakken en zo. En even gauw de stofzuiger er doorheen doen. En dan ga ik straks richting de winkels. Dus ik zie jullie sowieso weer als ik thuis ben. Maar mocht het nog lukken, zal ik een stukje in de Action vloggen. Maar dat zien jullie dan hierna. Als dat lukt. Zo, inmiddels ben ik weer thuis en ik ga jullie gelijk even de boodschappen laten zien. Ik ben even bij de Action geweest, maar er komt nog een shoplog van online. Ik weet alleen nog niet wanneer, maar dit zien jullie vanzelf wel als je geabonneerd bent op me. Ik ga even de tassen erbij pakken. Ik heb hier allereerst Chocomel. Die hoort nog bij de Action. Dan heb ik gewoon allesreiniger. Voor het dweilen. Tijger, niet met je hoofd in beeld. Kattenbrokken. Ik heb dan de nieuwe zak gisteren aangebroken. Dan haal ik gelijk een nieuwe zak. Dan heb ik altijd eentje op voorraad. Ik heb hier even koffiecupjes. Zakje patat. En ook een zakje minifrietjes. Die. En ik heb hier haricovertjes. Dan moet ik even wat spullen eruit halen, want alles van de Action past in het zakje. Ik heb pizza bodems meegenomen. Ik ga donderdag weer een keer pizza maken. Een fles die te ingedeukt was en niet door de machine kon. Ik had lege fles ingeleverd. Ik had ook even cola gehaald. Bonen. Nu nog even punten. Spekreepjes. Mussietjes. Ik ga nu volgende week dinsdag weer. Koffiepads. Mokka.
Ik heb nog twee van die kaarsjes meegenomen. Vind ik voor de kerst wel heel leuk. Dit is van Nielje. Dat weet ik. Deze heeft dan sterretjes. Ik vind het gewoon echt in je kerstkaartjes. Champignonnetjes. En ik heb hier nog een zwarte. En deze ruikt naar... Weet het niet. Ik weet niet wat dit voor plaatje is. Maar oké. En even... Tijger! Oh, je gooit alles op bijna. Mondwater. Ik ben ook even op Kruidvat geweest. Ik zal die spulletjes even pakken. Daar had ik niet heel veel gehaald. Ik heb een cadeautje voor lente alvast. Maar die laat ik niet zien. Want dat is nog voor Sinterklaas, denk ik. Dus die komt later. Maar ik ga even die spullen pakken. Ik kreeg daar dit gratis tijdschrift van NC. Van zo'n special. Ik had het wel even leuk om door te lezen. Het is wel leuk, zeg maar. Met allemaal verhalen. Dus die was gratis. Ik heb daar even een sporthanddoekje gehaald. Van MKBM. Dat is van die lijn van Faya Laurens. En er zit anti-slip op. Dus daar zou je ook oefeningen op kunnen doen trouwens. Maar ja, ik vind hem wel handig. Ik heb even ibuprofen gehaald. De huid, haar en nagels. Ik heb wel het idee dat hier heel weinig in zit. Hij zit toch wel dicht. Ja, hij zit wel dicht. En ik heb even een neusspreetje gehaald voor de neusverkoudheid. Dus dat was alles. Ik ga dit even opruimen. En dan ga ik even nog lekker relaxen. Dan moet ik even de bonen nog afhalen. Dan ga ik straks douchen. Eten maken. En vanavond televisie kijken. Je hebt weer Ewout Genemans. Dat ga ik kijken. Daarna ga ik eventjes even iets nog terugkijken, denk ik. Je hebt geen vier handen op één buik. Ik moet sowieso de vlog afmaken en foto's bewerken. En ik ga eventjes You kijken en vanavond weer witsen. Dus dat wordt verder de avond niet heel spectaculair, maar gewoon lekker. En nu even lekker bijkomen, want ik ben dan toch altijd wel weer zat. Maar dat was wel heel gezellig en zo, dus dat is het belangrijkste. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik heb geprobeerd een beetje meer buitenshuis te filmen, zoals in de supermarkt en in de Action. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn abonneerknopje hier beneden. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je ook een nieuwe melding als er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En ja, dan hoop ik je gewoon bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!